De sushi is er. Deze sushi is echt. Ik vind het gewoon echt vet kut. Victoria. Hi. Je mist wel echt veel. Ja, het werd gewoon gevraagd en ik wil er niet over liegen. Het wordt zo niet goed voor mezelf. Er helemaal een fliek. Van post. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. Het is vandaag maandag en dat betekent dat er een nieuwe weekvlog is. Ik heb nu herfstvakantie, maar ja, voor mijn gevoel gaat er niks veranderen. Ik moet nog steeds aan school zitten. En ik heb het super druk al, dus de hele vakantie staat volgepland. Ik moet nu eerst in de ochtend even werken snel. Daarna heb ik een meeting. Dan moet ik echt de weekvlog editen, want ik moet vandaag de weekvlog aanleveren voor samenwerking. En vanavond ga ik een sushi mukbang opnemen. Dus een hele volle dag. Ik heb nu gewoon lekker een trui en een sportlegging aan, want ik ga even snel werken. En ja, komt allemaal goed. Het is inmiddels 1:30, ik ben klaar met werk en om 2:00 heb ik die meeting, dus daar ga ik zo meteen naartoe. Ik moet even kijken bij het adres waar het is, dan ga ik daarheen. Het is echt super mooi weer geworden, vanochtend was het aan het regenen, maar het zonnetje schijnt lekker. En ja, vanmiddag moet ik dan echt vlog gaan editen en aanleveren. En mijn ouders hebben hier een beetje de dingen aan het veranderen. We hebben deze muur. Veel donkerder, grijs. Echt super gaaf. Ik vind het echt leuk. En dan hebben we hier een grote werkbureauruimte waar mijn moeder en ik kunnen zitten. Of wie dan ook hier wil zitten. Maar deze muur is anders. En hier in huis is deze muur was eerst ook grijs. En deze is nu super mooi beige. En hier komen nog allemaal leuke lijsten. En dit tafeltje is hier nieuw. De plant en zo. En dit is een gezellig hoekje, dus ja, het ziet er echt allemaal super leuk uit. En deze deuren zijn zwart, dat was eerst ook niet zo. Ik weet niet of ik dit al een keer heb laten zien. Hier komt nog een zwarte mat en de trap is nu zwart, dat was eerst hout. Dus super cute allemaal. Ja, het is nu 2:15, dus ik ga daarheen rijden. En dan zie ik je daar weer. Het is alweer 4:00. Oh, ik heb echt een kort tijd. Om 6:30 komen Isabel en Savannah. Namelijk gaan we namelijk een mukbang opnemen. Ja, ik had net dus die meeting voor een project bij YouTube. Heel leuk. Als de persberichten eruit gaan, dan mag ik vertellen wat het precies is. Maar ik kan net wel vertellen dat we net 3 dagen hebben ingepland voor het filmen en zo. Dus het wordt super druk allemaal voor mij. Het wordt echt niet normaal. Ik weet niet hoe ik ooit school ga doen. Ik denk niet. Nou, moet wel. Maar I don't know. We gaan het zien. Ik ga nu snel de weekvlog van vorige week proberen te editen zoveel mogelijk. En dan de rest vanavond af te maken. Dat ik misschien wel vanavond. En anders ben ik 1 dag te laat met het aanleveren van de video. Maar I will try my best. Maar we gaan het allemaal even zien. Ik ga snel aan de slag. Ik heb me even mooier opgemaakt. Ik heb me snel omgekleed. Ja, ik doe gewoon lekker dit aan. Want ik ga het sushi mukbang opnemen. Ik heb ook alles klaargezet. Dat we meteen kunnen filmen. Tafel staat klaar. Bordjes staan klaar. Lamp staat klaar. Alles staat klaar. Yes! Dit is perfect. De sushi is er. We gaan er lekker met mee opnemen. Hey! Water gewoon even. Ja. Maar ja, lekker hoor. Het is echt. Deze sushi is echt lekker. Ja, ik heb, ja, de eerste de moet je. Zit iedereen er goed op? Ja, ik denk het wel. Jawel, touch of cancel. Kan je dat lezen? Huh? Nou, ik zie letterlijk één vlek. Dat lezen? Nou, dus ja, ik zie mezelf ook niet scherp hoor. Nou, 3, 2, 1. Hoi allemaal! Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik zo awkward. Nou, het is inmiddels 2:15. Die meiden zijn net weg. Het was super gezellig. Ik zit alleen al echt zo vol van sushi. Oh, ik haat mezelf zo erg. Zoveel gegeten weer. Echt vies. Ik ga verder met de weekvlog editen. Echt geen zin in. Ik ben echt moe. Ik ga echt op tijd slapen vandaag. Echt zo in een bad of zo te gaan. Misschien ga ik dat zo even doen. Iemand zei dat ik vaak, de laatste tijd vaak de peace teken doe. I'm sorry. En dat ik te veel naar mezelf kijk, dat weet ik ook. I'm so sorry. Maar
Het zit dus echt kort voor 12. Ik ben echt super moe. Ik heb nog een beetje vlog kunnen editen, maar morgen afmaken. En ik ga mijn make-up ervan en echt naar mijn bed, want ik ben zo. Morgen maal. Zo. Het is vandaag dinsdag. Het is al 12 uur. Ja, ik was zo moe van het weekend nog. En gisteren moest ik natuurlijk vroeg op. Nou, vroeg op. Omdat ik moest werken, 10 uur of zo. 9 uur, 8:30. Maar daardoor was ik gewoon een beetje moe en wilde ik vandaag gewoon uitslapen. Het is nu 12 uur, ik heb me gedoucht, omgekleed en alles. Ik ga de weekvlog editen en een beetje aan school zitten. Maar dat ga ik niet doen, want ik ga alleen maar YouTube zitten, weet ik niet al. Maar ja, het is wel de bedoeling eigenlijk. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb dit leuke truitje, dingetje van Joins. Legging van de Bershka. En deze is van de H&M. So that's my outfit of today. En dan doe ik met mijn Dr. Martens. Mijn mascara boven mijn ogen. Dat moet ik nog weghalen. Ziet er niet uit. En dan ga ik even koffie drinken, want I need it. 12:30, ik heb even koffie op. En ik ga even wat eten. Ik begin een beetje honger te krijgen. Oh! Diep gaap. Het is echt nog best wel een mooi soort van lekker weer. Voor de afgelopen week was het alleen maar aan het regenen. Dus dit is gewoon chill. Ik denk dat ik even iets van een tostietje of zo ga maken. Daar heb ik wel zin in op zich. Yummy, ik heb lekker een broodje met avocado en kruidenkaas, een beetje pesto en pijnboompitjes. Heerlijk, ik ga dit lekker opeten. Het is weer tijd om naar werk te gaan en ik heb het zo koud, dus ik doe lekker capuchon op. Ik heb zo geen zin, ik ben echt al... Alleen maar achter elkaar aan het werken. Maar daarna ben ik gelukkig even vrij. En ik vrijdag pas weer. Zo, het is inmiddels avond. Het is 9:45. Ik had net lekker gegeten. Ik heb het echt zo heet. Ik heb ook helemaal rode... Wow. Ik heb fucking rode oren. Ik ga stuk. Ik ga nu lekker mijn bed in. En Netflixen. Echt. Kappeld. Nou, is by the way, vanavond was ik aan het werk en toen waren de nieuwe maatregelen bekendgemaakt. Ja, alle horeca gaat weer dicht, alles gaat dicht, kan ik erover zeggen. Ja, ik ben het er gewoon niet mee eens. Ik vind het heel erg corona, maar ik sta er gewoon een beetje in van hoezo moet de hele economie kapot gaan. Mensen met kanker kunnen niet geholpen worden, mensen met andere problemen worden aan de kant geschoven. En mensen mogen niet meer besmet geraakt worden. Mensen mogen niet meer ziek worden. Terwijl dit de normaalste zaak in het leven is. En er zijn vast mensen die met mij eens zijn. En dat is prima. Weet je, iedereen heeft zijn eigen mening. Ik vind het gewoon lastig. Ik wil voor mezelf rationeel nadenken. Wat voor mij de waarheid is. En hoe er nu wordt gehandeld vanuit de regering. Ja, is niet gewoon hoe ik het zie. Dat is iedereen zijn eigen keuze. Ik vind het gewoon heel kut. Ik merk gewoon... Ja, ik het heel lastig vind om weinig sociale contacten te hebben. Want dat is gewoon heel belangrijk in mijn leven. Ik vind dat gewoon heel leuk. Het is nu gewoon aan mij om een soort nieuw doel te vinden wat ik kan gaan doen. Want ik kijk gewoon letterlijk elk weekend uit. Dat het weekend is en dat ik mijn vrienden ga zien. En dat ik leuke dingen ga doen en leuke herinneringen ga maken. Ja, het zij zo. Het is niet anders. Ik hoop dat het gewoon snel voorbij gaat. En dat het normale leven snel weer komt, want ik kan gewoon niet wachten. Ik vind het zo raar, het voelt echt alsof mijn leven op pauze staat en ik echt in een bubbel leef. Mijn school werkt niet zo, heb ik heel erg last van. Ik merk gewoon dat me niks boeit, omdat ik niet op school ben. Voor mijn gevoel zit ik niet op school. Voor mijn gevoel zit ik echt in een soort tussenfase in mijn leven van wat de fuck gebeurt er? Wat ben ik aan het doen? En ik weet niet of meerdere mensen dit hebben of dat wilde ik gewoon even delen. Ik vind het gewoon echt vet kut. Morgen allemaal, het is vandaag woensdag. Ja, ik heb hem niet opgemaakt, want ik ga een Get Ready With Me met Victoria opnemen. En daarna gaan we een sushi bunkbang voor haar video opnemen. Dus ik ga vanmiddag naar Amsterdam en daar gaan we dat opnemen in de studio van Divimove. Dus dat is super leuk. Ik zie er echt niet uit, oh mijn god. Ik vind mezelf echt zo lelijk zonder make-up. Maar ik laat me ook niet graag zien of zo. Ik voel me echt zo onzeker dan, ja, echt heel erg. Maar ik ga even mijn spullen pakken en dan ga ik naar beneden en koffie drinken.
Nou, ik ben aangekomen bij DiviMove. Ik ben met Victoria. Hi. En we gaan in de studio hier de video's opnemen. Echt super chill. We hebben gewoon hier allemaal belichting en een leuke achtergrond. Dus helemaal top. Heb je hier aan gedacht? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Mooi. Helemaal leuk. Zo, heel mooi. Ja? Top. Perfect. 3, 2, 1. Ja. Ja, dan eigenlijk door de volgende vraag is of ik al heel lang een relatie heb. Ik moet ook zeggen, ik ben nu wel single en ik vind het ook wel fijn, maar je mist wel echt veel. Ik bedoel, we kunnen er wel omheen draaien, maar als vrijgezel heb je bijvoorbeeld geen affectie. Nee. Toch? Right, het is inmiddels weer 4:30. Het was echt super gezellig. Oh mijn god, mijn haar. Ziet er niet uit. Het was echt heel gezellig. We hebben daarna ook echt nog vet lang zitten kletsen. En ik ben nu onderweg naar huis, zit in de trein. Lekker mondkapje op. Maar ik ga weer lekker naar huis. Het is inmiddels 5:45. Ik ben al een tijdje thuis. Ik ben even beelden aan het importeren. En we hebben dus met een hele mooie camera van Victoria gefilmd. En het is echt een super mooi beeld en geluid. Het ziet er echt super professioneel uit. Dus het is echt super leuk. Can't wait tot de video online komt. En ik ben nu die beelden dus aan het doen. En ik moet zo alleen eten. Dus ik ga zo meteen even naar de supermarkt om het eten te halen. Maar ik heb niet heel veel honger. Want ik heb natuurlijk gewoon net McDonald's gegeten. Nog om 2:00 of 2:30 of zo. Dus ik ga even kijken wat ik ga maken. Ik weet echt nog niet waar ik zin in heb. Dus ja, dat ga ik wel even kijken in de supermarkt. Verder heb ik het echt fucking koud. Dus ik heb meteen even een joggingbroek, een trui en een jasje aangetrokken. Want ik had het echt mega koud. Alright, ik ben weer thuis. Ik heb een soort diepvriespasta gehaald van Iglo. Dit is één persoons portie. Dus dat is echt fucking chill. En ik vind zo'n maaltijd, zo mag het wel maaltijd altijd net even kut. Maar dit is super lekker. Dat is het zien. Pasta met champignonnetjes. En lekker roomsaus. 8 minuten in de pan. En het is ook nog eens vegetarisch. Nou, fucking lekker. Dus dat ga ik zo even opwarmen. Mami, ik heb lekker mijn pastaatje klaar. Echt een aanrader zit. Super lekker. Zo, het is heet. Holy shit. En ik ga ondertussen lekker Netflixen. Het is inmiddels 7:00. Ja, ik spreek hier echt niet echt bijna nooit over op mijn YouTube kanaal. Maar ik had het vandaag gezegd in de video's die we hebben opgenomen. Want ja, het werd gewoon gevraagd. En ik wil er niet over liegen als wordt gevraagd. En dus iemand vroeg, heb je een vriend? Ik ga, ja, ik vind het gewoon moeilijk om dit soort dingen. Ik ben echt super open en ik ben echt super mezelf. Maar met dat soort dingen, ja, is natuurlijk een andere persoon bij betrokken. Dus vind ik het gewoon lastig om zoiets te delen. En ja, er waren ook, ik ging zomaar roddels ontkrachten en bevestigen. En heel veel zeiden, ja, je hebt echt een super lange relatie. En jou hebt het verborgen voor ons en dit. Maar het is echt letterlijk nog maar 1,5 week aan. Dus het is super erg in het begin. En ik heb niks van jullie achtergehouden. Maar ik wil gewoon zelf kijken, ja, hoe het allemaal gaat. En hij is sowieso niet heel erg van de camera en zo. Dus dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar dat, ja, dat wil ik wel gewoon respecteren natuurlijk. Film heel vaak een avond niet. Of dat als hij blijft slapen is, dat ik dan niet film en zo. En ja, ik had gewoon het gevoel alsof ik, ja, ik ben gewoon veel te open en eerlijk. Ik kan dat niet, zomaar een soort, dan niet zeggen. Maar ja, dus ik ga nu gewoon naar hem toe, gewoon gezellig. Dus dat jullie dat weten. Morgen allemaal, het is vandaag woensdag. Nee, het is donderdag al. Ik ga vandaag naar school toe om aan een projectgroepje aan school te zitten. En ik ben een beetje aan de late kant, dus ik moet een beetje opschieten. Ik heb snel een broodje met kruidenkaas en avocado gemaakt. Ik ga nu opeten en dan ga ik weg. Oh mijn god, ik heb zo gehaast. Altijd, de hele ochtendtijd, 9:00 was ik wakker en toch heb ik haast dat ik om fucking 1:00 bij de bus moet zijn. Echt, ik word er niet goed van. Ik heb trouwens deze jas aan van Shein. Daaronder een zwart spijkersje van Shein. Een soort van Wordens broek van de Bershka, schoenen van Maten. Ik word zo niet goed van mezelf. Echt, ik heb gewoon om 9:00 ben ik wakker gemaakt door mijn moeder. Dan ga ik 11:00 pas mijn bed uit. Dan ga ik heel lang editen en toen moest ik opeens 1 uur klaarmaken, eten, alles. En ik heb echt een hoofd. Nou, ik zit in de trein met een mooie mondkapje. Onderweg naar school.
Ik vind het zo kut met die mondkapjes waar het blijft. Maar ik hoop dat ik vandaag even goed aan school kan zitten, want het gaat echt zo slecht de laatste tijd. Het ding lijkt echt groot. Nou, het is inmiddels 4:45. Ik ben weer onderweg naar huis. Het is zo rustig in het OV. Het is echt niet normaal. Er is gewoon niemand nu hier, deze trein. Lekker naar huis eten. En ik heb vandaag mijn projectgroepje aan school gezeten. Maar nou, we hebben meer gewoon een beetje gezellig geklets. Ik bedoel, het is echt enige sociale contacten dat we een beetje hebben van school. En het is ook gewoon belangrijk om een beetje met elkaar een teambond te hebben. Dus dat is wel gezellig. We gaan nu gewoon een beetje plannen hoe we het nu verder gaan doen. En iedereen is het echt kut en lastig ermee. Ja, we gaan het zien hoe het loopt allemaal. Nou, het is inmiddels 7 uur. Ik ben al een tijdje thuis. Ik heb net lekker pasta gekookt en gegeten. En ik ga nu weer richting Amsterdam. Echt super dom, want ik ga naar Victoria. Want we hebben gisteren beelden opgenomen met elkaars SD-kaart en camera's. En nu kunnen we die beelden niet versturen, want ze zijn veel te groot. En ja, ik ga er nu heen. Even snel heen weer om die beelden op ons laptop te zetten, want het is een en al gedoe. Oké, ik zit weer in de auto onderweg naar huis. We hebben de beelden gefixt. Echt, wat een drama. Maar het is goed gekomen. Dus zometeen ga ik lekker de video editen. Oh, ik ben zo dood. Het is inmiddels 11:30. Ik heb de hele avond zitten editen en video's geëdit. Ik heb er al een voor volgende week zaterdag ingepland. Dan deze, die met Victoria komt deze zondag. Dus dat is allemaal geregeld. Dat is super chill. Maar volgende week heb ik het waarschijnlijk weer wat drukker met school. Dus dan is die video gewoon gefixt. En ja, dan heb ik gewoon een verder weekvlog. Morgen zou ik eigenlijk opnames hebben voor een YouTube-serie van Isa Luna. Maar dat gaat niet door de coronamaatregelen. Echt super, super jammer. Ja, nu wordt dat een andere keer gedaan. Dus ik ook wel uitslapen. Nee, ik ga niet uitslapen, want ik ga echt heel erg editen. En daarna moet ik werken. Dus ja, en avond nog even kijken wat ik ga doen. Ik moet zaterdag de hele dag dingen doen. Ik ga eerst de nabehandeling van mijn wenkbrauw doen. En daarna mijn tanden bleken. Dus daar ben ik waarschijnlijk de hele dag wel mee bezig. En in de avond, echt geen idee nog. Morgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Het is echt niet normaal hoe snel deze week is gegaan. Voor mijn gevoel is het echt woensdag of zo. Maar het is een vrijdag. Ik had vandaag dus eigenlijk opnames, die gaan niet door. Het is nu bijna 10:30. Ik ga editen. En vanavond werken om 16:30. So, that's my day. Ik ga eerst een koffietje zetten. Eindelijk hebben we ons eigen koffiezetapparaat weer terug. Want hij was zo stuk. Toen moest je altijd van die vieze zakjes drinken. Nu hebben we eindelijk mijn baby. Ik was aan het editen en dacht ik opeens, als ik iets in mijn hoofd heb, dan moet het nu gebeuren. Maar ik dacht, ik ben aan het editen en dit beeld is veel te klein. Ik word helemaal gek. Dus dacht ik, oh mijn god, ik heb gewoon een tv nog ergens boven staan. Als ik die met mijn laptop kan koppelen, is stop. En ik heb een HDMI-aansluiting, maar dan moet ik een HDMI-kabel hebben. Dus die ga ik nu even halen. Dus ik hoop dat ze het hier in mijn dorp hebben bij die elektrische winkel, weet ik veel. Dus daar ga ik nu snel heen. En het is inmiddels alweer 11 uur geweest. Maar als ik iets in mijn hoofd heb, dan moet het gewoon gebeuren. Dus ik kan nu niet editen zonder dat ik die kabel heb. En dat het aangesloten is. Anders word ik gek in mijn hoofd. Dus als iets in mijn hoofd gebeurt, dan moet dat gewoon klaar. Dat moet gewoon gebeuren. Oh my god. Ik heb hem gewoon. Hij was wel wat duurder. Online zag ik hem echt voor 3 euro staan. Maar ja, dan moet ik weer wachten. En ik kan niet wachten. En deze was 15 euro. Nou, weet je, prima. Oké, ik hoop dat het gaat werken. Als het niet gaat werken, dan ga ik echt janken. Want dan heb ik 15 euro verspeeld aan niks. Oh my god, jongens. Ik ben echt geniaal. Het is me gewoon gelukt. Wat goed. Oh, nu kan ik heerlijk editen. Lekker mijn pasta van gisteravond die ik had gemaakt. Had ik natuurlijk gewoon nog over. Dus dat ga ik nu lekker opeten. Yummy. En lekker Friends kijken. Love it. Het is 4:15. Ik ga naar werk toe, want het zal waarschijnlijk super druk zijn. Omdat we weer met z'n drieën staan in plaats van met z'n vieren. Ik heb zo'n last van mijn kies. Oh, het doet zo pijn. Ik wil hem echt zo uittrekken nu gewoon. Ah, echt kut. En dit video wil maar niet exporteren. Ik word helemaal gek. Morgen allemaal. Ik heb heel veel haast. Ik ben al te laat. Maar ik heb vandaag een nabehandeling bij
A-Studio van mijn Powder Ombre Brows. Super vet. Ben heel erg benieuwd, want ja, het is natuurlijk wel een beetje vervaagd. En ja, daarom heb je altijd een tweede behandeling. Want de eerste keer stoot je lichaam het heel erg af. Omdat het natuurlijk niet gewend is. Maar ik heb mega veel haast, dus ik ga nu snel rijden. Nou, ik ben aan het autorijden. Jezus, ik zie er niet uit. Ik was vanochtend trouwens half uur make-up aan het doen. En toen had ik geen tijd meer, dus ik heb geen mascara op. Maar ik doe het daarna wel. Ik verveelde me, dus ik dacht, ik ga wel gewoon even de vlog erbij pakken. Nu heb ik gewoon tijd, want ik zit op één rechte snelweg. Ik weet niet of, volgens mij had ik het al gezegd, maar ik ga nu dus naar AS Studio. Zij heeft eerder ombrows bij mij gezet, een paar weken geleden. En nu kom ik voor de nabehandeling. Dus ja, om te kijken of de kleur goed heeft gedaan, of het nog donkerder moet. En ik wil denk ik wel iets donkerder nog. En daarna ga ik naar Refresh Nederland. Dat zit helemaal in Gouda. Dus ik moet van Purmerend naar Gouda daarna weer reizen. En dat is echt weer een uur reizen. Dus ik heb een drukke planning. En daar ga ik mijn tanden op een biologische manier laten bleken. Ik ben echt super erg benieuwd. Maar ja, ik krijg het waarschijnlijk allemaal nog wel uitgelegd. Ik zal natuurlijk allebei de Insta's in de beschrijving zetten. Dus het wordt echt een lekker dagje verzorging. En ik hou ervan. Echt heerlijk. Ja, verder heb ik totaal geen plannen vanavond. Ja, ik ben met Isabel en daar houdt het zeg maar op. Gisteravond was zo erg. Het was echt een 1 uur en ik was met mijn vriend. En toen zijn we nog naar de McDonald's gegaan. Echt erg, maar ja, wel lekker. Ik rij weer veel te hard overal. Dat is ook echt mijn probleem in mijn leven. Ik rij overal veel te hard. De video die vanmorgen online moet samen met Victoria is echt dramatisch. Kut, moet ik hier eraf? Oh nee, nog niet. Het is echt dramatisch. Het wil maar niet exporteren. En ik weet niet wat ik kan doen. Dus dat wordt nog even leuk. Dan was dit eigenlijk mijn herfstvakantie. Maar ik heb eigenlijk niks, nogmaals heel niks van gemerkt op vakantie had. Want het is gewoon precies hetzelfde. En volgende week vrijdag ga ik mijn haar verven. Woe! Iets lichter. Echt leuk. Ik ben gelukkig aangekomen. Iets te laat. Maar ja, ik had weer veel te veel haast vanochtend. Maar ja, we gaan dus een nabehandeling doen van de wenkbrauwen. Ik ben echt super benieuwd. Nou, we zijn weer klaar. Het is echt weer helemaal een fliek. Het is een beetje geïrriteerd natuurlijk eromheen, maar dat trekt weer weg. Maar oh my god, I love it. Het is zo perfect weer. Right, het is inmiddels bijna 11:30. Ik zit even te denken waar ik goed aan doe. Of ik ga nu meteen doorrijden naar Gouda. Maar ik heb om 1 uur die afspraak en het is 1 uur rijden. En ik... Nee, ik ga denk ik wel even naar huis. Even snel wat eten en dan weer door. Mijn make-up even opnieuw doen, want het ziet er helemaal niet uit. En dan ga ik daarin. Dat ga ik doen. Want ik wist niet hoe laat ik met hier klaar zou zijn. Zou ik zo 12 uur klaar zijn, dan was ik wel meteen doorgaan. Maar ik heb nu nog 40 minuten speling, dus. Oké, ik ben nu thuis. Ik ga nu even snel een eitje maken. En een broodje eten. En dan ga ik snel weer door. Dus en hem even opmaken. En dan ga ik naar Refresh Nederland. Yes, mijn broodjes zijn ready en ik ga nu even de video snel proberen te exporteren, want ik heb er heel veel gezeik mee. Ik heb me snel even wat opgemaakt. Ik ga nu onderweg. Ik kom iets te laat, maar ik had dat wel gezegd dat het iets uit kon lopen. Ik heb net gegeten en ja, nu ga ik naar Gouda weer. Maar naar Gouda, echt overal in Nederland ben ik vandaag. Zo, ik ben nu al een tijdje bij Refresh Nederland. En, ja, ik ben nu al een tijdje bij Refresh Nederland. Ik ga nu de vijfde keer. Yes. Ja. En dit is... Nikki, hoi. En ja, ik kan wel even vloggen dat je het aan het doen bent. Even vaseline op de lippen als eerste. Even een nieuwe mondpitje. Ja. Kijk, mag je ook wel. Ja, het is allemaal goed. Kijk, ik ga de lamp aanzetten. Ja. Yes. Ik zet hem nu 30 minuutjes op. Ja. Voor een boost. Zo. En ik ga lekker naar het voedsel. Succes en tot dan. Alright, I'm back home.
Het is 5:10. Ik ben echt de hele dag weg geweest. Echt gewoon 8:00 ochtends bed uit. En 5:30, nou bijna 5:30. En ik ben nu pas weer thuis. Het was wel een leuke dag. Gewoon lekker een soort dagje voor mezelf. Lekker wenkbrauwen laten doen. En mijn tanden gebleekt. Ja, ik ben echt heel blij met het eindresultaat. Het is echt een paar tinten lichter. Love it. Het was super chill daar. Echt leuke mensen. Ik kon gewoon lekker zitten. Lekker Netflixje aan. Oké, we hebben echt fucking last minute een planning gemaakt. We mogen dus bij Isabel zitten met 4 vrienden. Dus we gaan nu snel drank halen. Want ja, het is 7:15. En die kut drank kon je maar natuurlijk tot maar tot 8:00 halen. Echt, wat een bullshit. Maar wij gaan dus heel erg snel. Gast, waar is mijn tas? Nou, we gaan heel snel drank halen. En dan gaan we gewoon een beetje zuipen bij iets met die gasten. We kennen hun eigenlijk nooit heel goed, want we hebben zeg maar geen vrienden. Want al onze vrienden die gaan al iets doen. Dus, weet je, boeien. Ik zit in de auto met mijn zus. Die ziet er zeg maar niet uit. Ja. Nou, we gaan dus niet drank halen, want voor 8:00, hè. Dat voor 8:00. Nu 8:30, dus lekker tijd. Ik was alweer vergeten. Ik zou zo om 8:30 lekker drank gaan halen. En dat is, nou. Maar we hebben echt, ik ben gewoon blij dat ik dit al heb. Want ik zag het alweer voor me dat ik om 1:00 vannacht in bed lag. Ja. Ja, maar dat gaan we dus niet doen, want daar zijn we niet van. Nee, inderdaad. Nou ja, wij gaan dus even halen. Wij zetten onze alcoholverslaving ook weer lekker door op de zaterdagavond. Hoi. Nou, ik heb me even wat beter opgemaakt. Ik heb gewoon zelf de outfit aan. En ik ga vanavond lekker bij Isabel slapen. Want mijn neefje is dus bij mij thuis en die wordt sowieso echt pas om 6:00 wakker of zo. En dan lig ik echt zomaar net in bed. Dus ik ga lekker bij Is slapen. Gezellig. Girls night. Dus ik kom mij niet ophalen. Jongens, goedemorgen. Het is zondag. Je ziet mij in de camera. Mijn telefoon is kapot. Echt alles in mijn leven gaat kapot. En hij doet gewoon helemaal niks. Jongens, echt, ik ben de meest onhandige persoon dat er bestaat op deze wereld. Mijn telefoon is kapot en ik heb nu een oude iPhone 6 van mijn moeder. Echt gewoon kut. Ja, mijn telefoon. Die, het enige wat mijn telefoon laat zien is lekker een groen schermpje. Dus hier heb ik niets meer aan. En ik ga hem naar de waterkant brengen, maar ik ben bang dat het niet gaat werken. En ik heb nog een jaar dat abonnement lopen, dus dat is gewoon helemaal kut. Ja, dit was alweer de vlog. Het is wel maandag. Dus er ingevlogd. Ik was echt gewoon moe en ik had nergens zin in. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar de weekvlog. Vergeet zeker niet een duimpje omhoog te geven als je de video leuk vond. Wil je geen video's van me missen, vergeet dan zeker niet te abonneren en de notificatiebel aan te zetten. Dan ben je altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats. En vergeet me zeker niet te volgen op Instagram. Dit is gewoon @sarahverwoerd. Ik plaats hier vaak updates over mijn YouTube. En ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!